vier beulen doen hun best om imposant te lijken. Ze staan om Jezus heen, meedogenloos te kijken. En laten zichtbaar zien hoezeer ze hem verachten. Zij weten ook al lang wat hem staat te wachten. De kruisiging die straks een eind maakt aan zijn leven. Maar vooralsnog wordt hem de buitenkans gegeven om zich nog even met hem te vermaken. Het lijkt hem niet te raken. Het lijkt hem niet te raken. De grijsaard leedvermaak doet of hij het niet droog houdt. Terwijl de spotmajoor een koningskleed omhoog houdt. De beul verdient de loon, de ogen toegeknepen. Heeft ruw en soldatesk een schouder vastgegrepen. Beul Doornenkroon heeft zich belast met de voltooiing. Een aureool van pijn, uitsluitend ter verstrooiing. Van vier gevallen engelen der wraken. Het lijkt hem niet te raken. Het lijkt hem niet te raken. Vier beulen staan symbool voor toen in alle tijden. Van onrecht en geweld, verschrikkingen en lijden. Maar hij staart voor zich uit en lijkt hem te negeren. Veel eerder lijkt hij ons bedroefd op zijn veren. Alsof hij weer beseft het antwoord niet te krijgen op de bedekte vraag waarom wij blijven zwijgen. Toeschouwers die zich nergens druk om maken. Niets lijkt ons te raken, niets wezenlijk te raken.